Hollandse nieuwe uit de hele stad werden dinsdag geproefd tijdens de eerste N1 haringtest. Haringen van 4 speciaalzaken en 2 supermarkten werden door een deskundig panel beoordeeld op smaak. En omdat vis moet zwemmen, was er ook aandacht voor wijn. Witte wijn. En wie zal de winnaar zijn? Welkom bij de jaarlijkse haringtest van N1. Het haringseizoen is weer in volle gang en wij gaan vandaag kijken waar je in Nijmegen de beste haring kan halen. En dat gaat ons panel van 3 experts, zal het gaan proeven, blind beoordelen. Dus heren, stel je even voor. En mijn naam is Marcel Weber, ik ben eigenaar van het Kookcollege in Wijchen. Nou, dat scoort maar krachtig. Hallo, ik ben Henny Linders. Ik ben eigenaar van buurtwinkel Jan Linders uit Nijmegen met de Riefkuksjes. Hey, en ik heb gehoord dat er wel eens een haringschandaal is geweest bij jouw winkel. Misschien kan je daar wat over vertellen? Ja, mijn buurtwinkel heet Jan Linders. En er is nog een Jan Linders die een supermarkt heeft. En die hebben ze door elkaar gehaald. Dus haringen werden op mijn konto geschreven. Nou, dat klopte dus niet. Bij jou was er eigenlijk helemaal niks mis? Ik had geen haringen dus. Er was niet eens haring. Oké. Okay. Maar je behoudt wel heel erg van haring. Ja, ik vind het lekker. Nou, dan kom je vandaag goed aan je toeven, denk ik. Dank je. Dan gaan we naar de volgende hier. Vertel, wie ben jij? Ik ben Jordi van der Wijnen en ik kom uit Kerkdriel. En ik zit hier in Nijmegen in Groesbeek op de groep. De Chameleon. We gaan er heel veel proeven vandaag, toch? Ja. Ja, precies. Bij 6 zaken hebben we haring gehaald en die gaan we nu proeven. Zo, dat is haring 1. Nou, ja. Gaan jullie gang maar. Proefmoment. Wat zei jij? Dat het wel een goed begin is, zo'n eerste haring, ja. Ik ben heel benieuwd hoe de andere smaken, maar deze smaakt volgens mij niet echt heel erg verkeerd. Hey, je weet dat als je in het tempo van net doorgaat, dat je dan 6 haring straks op hebt helemaal, hè? Ja, maar die gaan ik op. Daar durf ik wel iets om te verwetten. Die gaan er alle 6 in. Een echte fan hebben we hier, nou dat is mooi. En dan is het nu tijd voor haring 3. Henny, aan jou dit keer de eerste eer. Nou. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh. Ja, dat is soms lastig, hè? Lekker glibberen. Dit wordt wel lastig zo zonder staart. Zo'n bijzondere manier van schoonmaken. Maar het gaat lukken. Gewoon helemaal in de hand. Oké, hey, hoe vond je hem? Haring 3. Ik moet even nog nadenken. Deze is wel heel spannend qua smaak. En er zaten wel wat gaatjes in. Dus dat zorgt wel dat het misschien wat mondgevoel wat anders is dan de voorgaande haringen. Dus maar we laten hem even sudderen en dan komt er wel een mooi oordeel. Even nadenken erover. En jij dan, Annie? Je kijkt heel bedachtzaam. Dit is meer zo'n haring die in de Rijn gevangen is. De kant van Arnhem uit. Ik vind dat minder. Dat is niet wat wij Nijmegenaren willen. We willen niet dat hij bij Arnhem vandaan komt. Nee, en dan kreeg ik ook nog een gaatje in mijn keel. Die willen me dood hebben, geloof ik. Oh, ben je klaar voor de volgende? Ja. Klaar voor de volgende. Nou, dan gaan we nu naar haring 4. Oké, dan ga ik toch even weer naar jou, Henny. Je kijkt heel erg bedachtzaam weer. Ja, deze is wel iets minder. En bij jou, Jordi. Jij zei al veel graantjes. Ja, dat is ook niet zo'n succes. Ook niet zo'n succes? Nee. De eerste 2 waren beter? Ja. En Marcel, wat vond jij ervan? Ja, wel een stuk beter dan die vorige. In ieder geval een staartje waar je aan vast kunt houden. Dat eet echt een stuk makkelijker. Maar het is ook wel heel stevig. Een beetje lomp zou ik aan zeggen. En dat is een pluspunt dan? Nee, ik vind het geen pluspunt. Geen pluspunt. Hij moet echt gewoon lekker zacht zijn. Moet eigenlijk gewoon naar binnen glijden. Ja, oké. Nou, dat kan gebeuren inderdaad. En ik vroeg me nog af, een Hollandse nieuwe. Wanneer mag je überhaupt haring een Hollandse nieuwe noemen? Dat is een goeie, ja. Want ze komen niet allemaal uit Holland. Begreep ik, dat ze ook in Denemarken zo gevangen worden. Dat is eigenlijk iets van vroeger, die naam nog, maar eigenlijk klopt het niet. Dat klopt niet. En Marcel, weet jij dat misschien? Ja, het zit hem in het vetpercentage. Je moet je voorstellen dat de haringen vanaf mei plankton gaan eten en dan worden ze steeds vetter. En zodra ze 16% of meer vet hebben, dan worden ze de Hollandse nieuwe genoemd. Het vetpercentage. En dat is heel belangrijk. En dit jaar zitten ze op 20-22% vet. Dus dat is een goed jaar. Een heel goed jaar inderdaad. Dus, hopelijk weer spiegelen de laatste 2 haringen dat dan ook. Ik hoop het ook. Laat maar komen. Laat maar komen. Op naar haring 5. Eet smakelijk. Goed zo.
Deze haring is kleiner. Ja. Een kleinere. Er is nog een jonkie. Maar hij is wel lekker zacht. Hij is wel lekker mals, ja. Ja, precies. Dat is wel een goeie, wat mij betreft. De smaak is goed. Ja, inderdaad. Hij is mals. De mannen hebben al flink wat haring op. En nu is het tijd voor de allerlaatste. Haring nummer 6. Zes, precies. Ja. Daar gaan ze, hoor. Hey. De allerlaatste. De haringen zijn allemaal geproefd, dus de scores worden opgeteld bij elkaar. En heren, dan mogen jullie daar plaats gaan nemen. En dan komen we zo bij jullie terug. We hebben 6 haringen geproefd en de jury is natuurlijk even hun handen wassen nu. Ik sta hier nu met Machiel van de Blauwe Druif, want je moet natuurlijk ook wat drinken bij haring. Machiel, als ik haring zie, dan denk ik nou niet precies, ik wil hier wijn bij. Wat past dat überhaupt wel? Nou, de klassieke combinaties zijn inderdaad niet specifiek wijn, maar is meestal iets van bier, pils, wat ze erbij drinken. Dan wel een hele klassieke combinatie waar ze altijd mee aan de gang gaan is korenwijn. Want is het überhaupt makkelijk om wijn te combineren met haring? Het is eigenlijk heel lastig om wijn te combineren met haring. En ik heb al vele pogingen ondernomen. En ieder jaar is dat weer een uitdaging omdat je ook niet weet hoe de haring natuurlijk smaakt. En vandaag heb ik een Spaanse en een Italiaanse wijn meegenomen. En ik denk dat het leuk is om straks even te kijken of een van die twee wijnen of allebei wellicht passen bij de winnende haring. En moeten we nu wachten eigenlijk tot we de uitslag hebben van de beste haring voordat we kiezen welke wijn erbij hoort? Ik denk dat dat wel het slimste is om te doen inderdaad, want ik heb al veel pogingen ondernomen om wijnen te passen en te meten bij alle verschillende type haring. En 2 jaar terug heb ik 35 verschillende wijnen geproefd, waarvan er uiteindelijk 2 door de selectie heen kwamen van een goede wijn-spijsmatch. Dus ik denk dat we beter het antwoord af kunnen wachten van wat als beste haring uit de rust gaat komen. Nou, ik denk dat we dan maar moeten gaan kijken of we de uitslag al hebben, zodat we de wijnen kunnen gaan proeven. Ik ga de fles openmaken. Lekker. Okay. Uitslag is binnen. De gemiddelde cijfers zijn bekend. Zijn jullie een beetje benieuwd? Zeker weten, ja. Dan gaan we de uitslag bekendmaken. Nummer 1. Een 8,3. Ja. Okay, ja? Nummer 2. 8,6. We zitten in de hoge aantallen. Ja. Nummer 3. 6,8. Nummer 4. Een 7. Nummer 5. 8,5. En dan de allerlaatste. Een 8,3. We hebben wel, zie ik al, een gedeelde 8,3 hier. Cijfers zijn vrij hoog. Wat vinden we van de uitslag? Wat denk jij? Ik vind het vooral een verrassende uitslag, als je kijkt naar de cijfers. 5 had ik niet verwacht. En zo te zien is 2 de winnaar. Dan denk ik, nou, dat is wel een, dat klopt wel voor een terechte winnaar wat mij betreft. Een terechte zeker winnaar. Zeker weten. En voor jou, hoe zit dat? Ja, ik vond het ook wel. Ik had dit wel ook gemiddelde allemaal hoge punten. Het is een goed haringjaar. Precies. We blijven in de hoge getallen. Het was wel ook lekker. Het zwemmen nou rond, dus ik denk dat er nou een glaasje of 10 bier achteraan moet. Ja, wijn hè, de wijn staat al klaar. Ja, maar wij zijn nog opgegroeid met bier dus. Opgegroeid met bier. Nou ja, misschien iets nieuws proberen kan ook altijd mooi zijn. Ja, tuurlijk. Zullen we dit zeker doen. Gaan we doen. En Jordi, vind jij de uitslag wat je had verwacht? Ja. Want nummer 2 heeft het best gedaan. Ja. Ja, nou, ik vond nummer 2 wel vol graad zitten, maar... Maar ja, ik vond hem wel goed, ja. Wel lekker ook, hè, toch? Ja, wel lekker. Nou, ik denk dat iedereen nu wel benieuwd is van wie welke haringtjes waren. Ja, echt wel. Ja, echt wel? We gaan ze onthullen. Tijd voor de grote onthulling. Beginnen bij nummer... Nou, normaal gesproken zou je zeggen we hebben een top 6, maar het is een top 5 geworden, want er is al een gedeelde plaats. We beginnen bij de 6,8. Allemaal hoge cijfers, ruim voldoende. Nummer 3, op nummer plek 5 van de Albert Heijn. Oh, van de Albert Heijn. En dan hebben we op nummer 4 met een 7. Koele wijn. Koele wijn. Koele wijn. Koele wijn. Dan de gedeelde, nummer 3. Dan ga ik beginnen bij de onderste. Nummer 3. Baarsen. Samen met top nummer 2,
Het scheelde niet veel met de nummer 1, met een 8,5 Powell's. En dan de beste haring van dit seizoen in Nijmegen is met een 8,6 Van der Laar. Applaus, toch? Ja, goed weer. Ja. Maar zoals ze zeggen, echte haring moet zwemmen. Dus, heren. Ik ga eens proeven. Ik ben benieuwd. Ja, precies. Deze.